Ja, hey iedereen, welkom weer terug bij aflevering 6 van Ons Echte Goud TV. Ook vandaag gaan we eerst even kijken naar het gouden pronkstuk op de Dam. We hebben een live verbinding met Ijdelheid Smit in het Textielmuseum in Tilburg. We zien hoe Museum Beelden aan Zee een opera-zangeres heeft ingezet. Joris en Ben vertellen in hun Ticket Talk over welke pronkstuk zij leuk vinden. En we sluiten af met Lucas de Man, bekend van het programma Man en Kunst. Heb je vragen? Stel ze via Ons Echte Goud TV at museumweek.nl. We gaan beginnen. Dit is het gouden pronkstuk op de Dam, een eerbetoon aan 75 jaar culturele vrijheid. Het laat zien dat museale collecties en eigen kunstwerken juist nu troost en inspiratie bieden. Zoals iedere dag kijken we weer naar een paar kunstwerken van bezoekers zelf. Dat zijn er intussen al honderden. Dit is een hele bijzondere, ingestuurd door Florence. Naakt Jeu de Boule. Ja, misschien nog een beetje te koud. Jolien van der Zanden heeft een schilderij dat door haar man is geschilderd. Dit is een schilderij gemaakt door mijn man, Henk van der Zanden, die overleden is. Maar het is een van zijn mooiste werken en het hangt hier ook op een hele mooie plaats in onze huiskamer. En dit is een zelfgeschilderd kunstwerk van Eef Baakman. Dit schilderij is van mijn eigen hand. Ik doe aan portret en model tekenen en schilderen. En vaak ga ik te veel op de details zitten, waardoor ik geleidelijk aan de mist inga. Hierbij had ik een model dat maar heel kort poseerde. Dus het moest met een snelle toets op papier worden gezet. En het geeft ook een vlot resultaat waar ik graag naar kijk. En heb jij thuis nou ook een kunstwerk waar je troost uit haalt, blij van wordt of gewoon trots op bent? Upload het dan op museumweek.nl en misschien zien we het morgen hier ook hangen. Meer dan 400 musea hebben een eigen pronkstuk ingezonden. Dit pronkstuk heet 17e eeuwse luxe en is te zien in de Texelse Oudheidkamer. Het is vorig jaar bij opgraving in stukken gevonden, maar inmiddels heel mooi gerestaureerd. In het Literatuurmuseum in Den Haag hangt dit werk van Kik Seiler met de titel De Herenclub. Het laat een groep schrijvers, kunstenaars en politici zien die als vriendenclub wekelijks bij elkaar kwam om over de wereld te praten. Je herkent vast wel een paar heren. Dit werk heet Ooggetuigen van Vilt en het is te zien in het Waterliniemuseum in Bunnik. Levensgrote ooggetuigen vertellen zelf wie de nieuwe Hollandse waterlinie bedacht, hoe die werkt en welke impact het had op de levens van de inwoners. Morgen kijken we weer voor de laatste keer naar 3 andere pronkstukken. Ja, het Textielmuseum in Tilburg heeft hem handen uit de mouwen gestoken sinds de sluiting. Naast online textielworkshops, jawel, heeft het museum ook een prachtige tentoonstelling online geplaatst. The Art of Lace. We hebben contact met conservator en curator van het Textielmuseum, Ijdelheid Smit. Ijdelheid, hallo, welkom. Waar gaat het over, The Art of Lace? The Art of Lace is een modetentoonstelling en die gaat eigenlijk over hoe kantmakers, kant hebben we het over dat mooie transparante stof, hoe kantmakers samen met modehuizen samenwerken om hele mooie haute couture creaties te maken. Oké, maar nu zijn jullie dicht, dus hoe breng je dit toch aan de man? We proberen dat dus online te doen en dat doen we dus met online tours. En in die tours zie je natuurlijk beelden van alle outfits in de tentoonstelling. En daarbij hoor je dan ook de audiotour die we hadden opgenomen voor de tentoonstelling. Ja, volgens mij hebben we daar een fragment van. En als we dan even naar de roze outfit kijken, dan zien we weer nog een trapje hoger van wat je allemaal kunt doen met kanten, wat je dan kunt aanbrengen. Het zijn een ganzen, struisvogel en hanenveren. Dit is waarschijnlijk nog van voor het besluit van Chanel om geen exotische dieren meer te gebruiken. Ja, Ijdelheid, een jurk met ganzenveren, struisvogelveren. Wat zagen we precies? Ik hou wel van mode, maar ik ben niet zo goed erin. Nou, dit is een trouwoutfit van Chanel. Chanel is een heel bekend internationaal modehuis. En wat je hier eigenlijk ziet is dat ze dus met heel veel handwerk hebben ze een stuk kant. Nee, je herkent het al bijna niet meer als kant, maar die hele jas bestaat uit kant. En daaroverheen is van alles geborduurd, en er veren aangebracht en lovertjes. En is heel uitgebreid gedecoreerd. Maar het is dus eigenlijk een bruidsjurk. Is het ook zo gebruikt?
Nou, deze specifiek niet, want dit is echt een stuk dat gewoon echt van de catwalk komt. En modehuizen zoals Chanel, die bewaren dat soort jurk ook. Hè, en die laten dat dan bijvoorbeeld in tentoonstellingen zien. Maar je kunt zo'n jurk wel bestellen voor je bruiloftje. En hoeveel zou dat kosten? Ja, het ligt er een beetje aan, want je mag hem dus ook een beetje aanpassen, hè, hoe je hem zelf wil. Maar ja, je zit voor zo'n outfit zit je toch wel rond de 80 tot 100.000 euro wel. Wow, maar wat maakt zo'n jurk dan zo bijzonder? Nou, het handwerk eigenlijk. Het is echt een vakmanschap wat je hier ziet. Er zijn 4 verschillende ateliers die aan deze jurk gewerkt hebben. Er heeft ongeveer 1100 uur aan mankracht zit daarin. En dit zijn echt specialisten, zeg maar, die helemaal perfect veertjes kunnen vastmaken. Of bloemetjes van stof kunnen maken of zo. Dus het is echt dit is het allerbeste vakmanschap wat je in de mode kunt krijgen eigenlijk. Nou, zo klinkt het ook. Maar het is niet de enige, hè, die jullie hebben in de tentoonstelling. Jullie hebben meerdere bijzondere werken. We hebben er volgens mij eentje van, eentje van hout. Ja, deze. Ja, dit is, dit is ook, vind ik zelf ook een ontzettend mooi stuk. Dit is een ontwerp van Iris van Herpen. Iris van Herpen is een Nederlandse ontwerper. Dus we zijn ook wel heel trots op dat we dat natuurlijk ook in Tilburg nog kunnen laten zien. En deze jurk is ook heel bijzonder, omdat het eigenlijk niet echt meer kant is, maar omdat het wel geïnspireerd is op kant. En Iris van Herpen heeft er dus eigenlijk een houten versie van gemaakt. En dat heeft ze gedaan door een heel dun hout met een laser te snijden. En dan krijg je dit patroon. Oké, dus het gaat erom dat het geïnspireerd is door kant, wat het zijn plekje in de tentoonstelling heeft verdiend. Ja, en eigenlijk is het heel mooi dat je, wat je net zag bij Chanel, hè, dat is natuurlijk echt zeg maar handwerk, gewoon echt spiegel. En dit is juist heel erg innovatief, dus het zijn echt nieuwe technieken. En daar is Iris van Herpen ook heel bekend om. Ze heeft bijvoorbeeld ook de eerste 3D geprinte outfit gemaakt. En dit is echt wel haar handelsmerk, zeg maar, om echt met nieuwe technologie in de mode een vernieuwing te brengen. Maar moet ik deze ook gaan dragen op een bruiloft? Nou ja, dat kan misschien wel, maar ik zou er niet mee gaan zitten. Nee. Dan gaat hij kapot, lijkt me, of niet? Ja, het is heel kwetsbaar. En dit is inderdaad echt ook weer zo'n stuk wat eigenlijk alleen op de catwalk getoond wordt. En wat je misschien inderdaad voor een hele chique première of zo zou dragen. Maar dit is natuurlijk niet wat wij, zeg maar, normaal in de winkel zouden kopen. Ja, wat is dan de achterliggende gedachte voor zo'n modeontwerper om het dan toch zo'n jurk te maken? Ja, dit is echt, hier laten ze echt hun kunnen inzien. Dus al hun creativiteit, al hun inspiratie en echt hoe ver ze kunnen gaan met technologie. En dit soort modehuizen maken dus van dit soort haute couture collecties, die inderdaad echt alleen voor de rich and famous zijn. En ze maken daarnaast vaak ook nog prêt-à-porté of confectielijnen. En die zijn ietsje betaalbaarder en worden ook gewoon standaard gemaakt, dus niet op maat. En die kun je dus wel gewoon in een winkel kopen. En we laten in onze tentoonstelling dan toevallig ook 2 jurken van Iris van Herpen nog naast deze jurk zien, die een stukje draagbaarder zijn. Nou, top. Super, super interessant. Dankjewel, Adelheid. Je kunt deze bijzondere tentoonstelling The Art of Lace met audiotour uiteraard vinden via museumweek.nl. Maar hopelijk mogen we weer snel deze jurken en creaties van dichtbij bewonderen. Ja, blijf thuis is nog steeds het advies wat we dagelijks te horen krijgen in deze quarantaine. Dat betekent dat je helaas niet meer even naar Scheveningen kunt om erbij te bruinen. Maar dat je daar nu ook niet meer kunt genieten van de prachtige beeldhouwkunst van Museum Beelden aan Zee. Naast mij zit directeur Jan Theeuwissen. Hallo Jan, ja, tragisch verhaal, maar wat is er gebeurd? Heel tragisch. Na 2 jaar voorbereiden en 2 weken inrichten kregen we op de dag dat we klaar waren te horen dat de musea dicht zouden gaan. En de gasten uit het buitenland voor de opening waren al onderweg. Die zijn dus halverwege teruggekeerd. Nee. Dus die tentoonstelling die staat nu in het museum. En, maar wie heeft het gezien? De schoonmaker van het museum. Nou, ziet het niet iedere dag. En wij ook natuurlijk als staf. Maar en dus die enkeling die we binnenlaten om iets te doen waarmee wij onze social media kunnen voeden. Ja, gelijk naar de positieve draai er naartoe. Hè? Wat hebben jullie gedaan? Ja, we zijn natuurlijk meteen gaan denken van hoe blijven we zichtbaar? We dachten eerst een maandje, hè, maar om het een beetje mooi te spreiden, iedere week wat dingen. We hebben zeg maar alle documentaires die we in de loop der jaren hebben gemaakt, die stellen we ter beschikking. Dus dat mensen nog eens zich daar eens even aan kunnen laven. Maar onze winkelmanager kwam met het idee om Francis van Broekhuizen te vragen om te komen zingen in die tentoonstelling. Om het op die manier zichtbaar te maken voor het publiek. En het aardige is dat Francis van Broekhuizen, haar broer werkt in het museum, dus wij kennen haar al jaren.
Dus wij konden haar ook meteen porren om dat te doen. En toen heeft zij zelf ook een aria uitgezocht. Uit de Tosca van Puccini. En ja. die heeft ze daar gezongen. Ze heeft daar gezongen, tussen eigenlijk alle werken. Tussen de beelden van Germaine Richier, die daar nog door heel weinig mensen gezien waren. Ja. Nou, volgens mij kunnen we gelijk even een kijkje nemen. Ja, mooi. Mooi, hè? Ja. Waarom dit specifieke stuk dan? Nou ja, zij vond het zelf, de tekst, hè, ik leef voor de kunst, vond ze heel toepasselijk voor dat moment. Het was in die eerste week dat we het opnamen, toen waren we ook nog allemaal behoorlijk geïntimideerd door de situatie. Hè. Het was ook toen nog heel stil op straat. En, ja. Dus dat was het eerste wat in haar kwam. En zij is ook wel een groot liefhebber van Puccini. Dus dit is iets wat ze graag zingt. En nog heel even naar het werk van Germaine Richier. Want als ik aan beeldhouwkunst denk ik aan die Romeinse standbeelden. Ja. En dit zijn hele andere werken. Ja. Wat maakt het zo bijzonder? Nou, het is inderdaad baanbrekend. Zij kwam na het isolement van de oorlogstijd, kwam zij dus met die uitgeteerde mensfiguren waarin je vaak elementen van takken of van schedels herkent. Dus niet meer het klassieke ideaal van de schone figuur. Ja, dus expres heel lelijk af en toe. Misvormd. Het is niet denk ik expres lelijk gemaakt, maar het is wel zo geworden. Ja, maar het is uit dezelfde tijd dat bijvoorbeeld Giacometti die hele langgerekte figuren maakt. En het heeft natuurlijk toch iets te maken met die verwerking van wat er in die Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ja. Maar daarnaast is het zo dat zij als kind al allerlei schedeltjes en dingetjes verzamelde, zeg maar naturalia. En zich daardoor, daar liet ze zich door inspireren. Dus die kunst is een soort hybride geworden van mensen en dieren en planten. En dat heel ijl geboetseerd, heel dun geboetseerd. En als je goed kijkt kun je ook fragmenten van takken bijvoorbeeld herkennen, die ze gewoon afgevormd heeft. Heel interessant. Jan, jullie hebben nog iets interessants op jullie website. Ik zag ook iets heel bijzonders. Dit. Ja. Kijk, wat een blijdschap dat boetseren oplevert. Ja. Een workshop. Ja. Ja. Hoe kwamen jullie hierop? We hebben natuurlijk ook allemaal medewerkers met kinderen. Die zitten allemaal thuis nu. Mm-hmm. En we hebben meteen het educatieprogramma daar ook op ingezet. Dus we hebben dat heet het Blije Dagboek. Dus kinderen kunnen iedere dag daar iets afhalen om te gaan maken of te gaan doen. Maar dit is. Ja, maar niet iedereen heeft toch boetseerkleid thuis? Nee, maar dat zijn allemaal andere dingen. Hè? Dat kun je ook met papier doen en met tekenen. Maar dit is dus heel gericht op boetseren. We hebben natuurlijk gedacht, die beeldhouwkunst is zo'n ambachtelijk medium. Mm-hmm. Je hoeft niet per se met klei te boetseren. Je kunt ook met meel boetseren. Je kunt meel met water, met deeg kun je boetseren. Je kunt zelfs in de oven stoppen. Maar je kunt natuurlijk ook met allerlei dingen uit de tuin verzamelen of waar dan ook. Die kun je weer afdrukken in die mail. À la Germaine Richier. Dus toen hebben we twee beeldhouwers die bij ons de educatie geven. Dat zijn overigens ZZP'ers, dus die konden we op die manier ook weer werk bezorgen. Die hebben dus een instructieles gemaakt in een van onze depots, zou je kunnen zeggen, waar alle schetsen staan. En de bedoeling is dat iedereen enthousiast wordt, jong en oud, om te gaan boetseren. Eventueel met deeg, maar je kunt natuurlijk ook klei kun je thuis laten bezorgen. Er worden enorm veel pakketjes afgeleverd. En geïnspireerd op wat je van Richier ziet enzovoort, zou je dus beelden kunnen maken en daar foto's van maken. En die posten. Ja. En dan gaan wij kijken naar de bijzonderste, de mooiste. Wij gaan ze natuurlijk ook weer verspreiden. Heel en goed. Ik heb onderweg hier naartoe bedacht dat de vijf leukste, mooiste, bijzonderste. Ja.
Die gaan we exposeren zodra het museum weer open gaat. Kijk, dan kom je dus in het museum met je werk. Heel goed. Nou, wat mooi. Nou, als dat niet motivatie is, weet ik het ook niet meer. Ja, dankjewel Jan. Dankjewel. Ik weet wat ik ga doen na de uitzending. Heel goed. Boetseren. Heb je zin gekregen om te gaan boetseren? Of ben je gewoon heel nieuwsgierig naar de tentoonstelling van Germain Richier? Ga dan naar museumweek.nl voor alle informatie over Museum Beelden aan Zee. Ja, het online aanbod van de musea is echt heel groot. Je kunt kiezen uit meer dan 300 online extra's, dus je hoeft je niet te vervelen. Het Museum van de Vrouw in Echt zet elke vrijdag een creatieve opdracht online via de website, Facebook, Instagram van het museum. Kijk, zo. Ga aan de slag en stuur een foto in van je kunstwerk. Online ontstaat er zo een gezamenlijke museum. Iedereen kan meedoen en mag meedoen. De meest creatieve inzendingen worden beloond met een klein hebbendingetje. En kun jij goed op je handen staan? Doe dan mee aan de Handstand Challenge van Nemo Science Museum in Amsterdam. En laat zien dat jij dit net zo goed kan als het kunstwerk van Florentijn Hofman. Kijk ze gaan. Veel musea hebben een virtuele tour zodat je toch binnen kunt kijken. Dat heeft Museum Voerman in Hattem ook gedaan. Zo kun jij hun meest recente tentoonstelling In Vervoering van Voerman bekijken en leer je meer over de prachtige plaats Hattem. Morgen weer 3 musea met een online aanbod. Ja, straks praat ik met de enige echte Lucas de Man. Maar eerst, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met musea bezoeken. Daarom is er ook de website museumkids.nl. Daar kunnen kinderen tot 12 jaar informatie vinden, spelletjes doen, museuminspecties inleveren en deze week ook meedoen met de Ticket Talk Challenge. De opdracht is een vlog maken over een pronkstuk. Dit is die van Joris. Hoi, ik ben Joris. Ik ga jullie wat vertellen over de Tiger II. Een tank die vroeger werd gebruikt. Het is een tank die ruim 10 meter lang is. En de breedte die is ruim 3 meter en bijna 4. Het gewicht, heel zwaar, 3 ton. Dus zwaarder dan 5 olifanten. Hij gaat 35 km per uur. Dat je zou denken, sloom. Maar dat is het in die tijd niet. En er kunnen 5 mensen in. En het is een Duitse tank die werd gebruikt bij de Tweede Wereldoorlog. En dit is de tweede versie van dat soort tanks. Ja, dankjewel. En ook Ben heeft er een gemaakt. Yo mensen. Ik ga jullie iets vertellen over de T-Rex. De T-Rex is een van de pronkstukken van Naturalis in Leiden. Even een beetje over de T-Rex. De T-Rex komt met zijn tanden door botten heen, wel 250 kilo vlees aan zijn prooi afscheuren en kon zeer goed ruiken, horen en zien. Het is vooral een vleeseter en ook een beetje een aaseter. Hij kon wel 35 kilometer hard rennen en zijn kleine handjes waren voor het scheuren van zijn prooi en daarmee was hij de gevaarlijkste dino van allemaal. Zie hier hoe een T-Rex een andere dino te grazen neemt. Eet smakelijk, Rex. Tot de volgende vlog. Ja, je kunt tot en met 10 mei nog meedoen en een VIP museumbezoek winnen voor jou en 5 vriendjes. Kijk op museumweek.nl voor alle informatie. Tijdens de Nationale Museumweek is iedere dag het mooie programma Man en Kunst van Avro Tros te bekijken op NPO 2. In Man en Kunst gaat presentator Lucas de Man op zoek naar de pareltjes uit de vaste museale collecties om de kijker hier meer over te vertellen. Aangeschoven de man himself. Oh wacht, ja. Tijdens de Nationale Museumweek vertel ik u elke avond in het programma Man en Kunst het verhaal achter een iconisch kunstwerk uit de vaste collectie. Vandaag laat ik u een topwerk zien van de Ierse moderne meester Francis Bacon. En dat hier gewoon in Den Haag. En vandaar is dat dit heftige werk van Niki de Saint-Val hier in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja. Aangeschoven, de man himself. Welkom, Lucas de Man. Dank je, wat hoop je dat de kijker van Man en Kunst meeneemt? Nou, kijk, wij vertellen verhalen achter de kunstwerken. Dus
een kunstenaar, het verschil tussen een vakman en een kunstenaar is, een vakman maakt en doet dat heel goed en een kunstenaar heeft iets te vertellen. Dus daarom vind ik het supermooi dat wij verhalen kunnen vertellen. Dus ik hoop dat ze het verhaal meenemen. En wat ze uit dat verhaal halen, kan van alles zijn. Troost, humor, liefde. Misschien nog een keer het gevoel dat iemand jou ziet als je 's avonds gaat slapen. Kan van alles zijn. En hoe was deze week voor jou? Hoe selecteer je de werken? Nou kijk, wij nemen alles op voorhand op. Dus deze week was vooral genieten dat ik allemaal mooie reacties van vrienden en familie hoorde. Mijn moeder, dus ik zit nu in Nederland, omdat ik België dan waarschijnlijk niet meer binnen en buiten mag. Dus mijn moeder stuurde, leukje dat je nog eens ziet. Toen zei ze, je bent afgevallen. Toen dacht ik, nou, waarschijnlijk niet, maar oké. Nee, maar we hebben natuurlijk gewoon samen met de redactie kiezen wij kunstenaars die, we willen een variatie bieden van vroeger tot nu, man, vrouw, heftig werk, meer, laten we zeggen, gewoon werk, alles door elkaar. En dan gaan we kijken, zijn de verhalen relevant? En op de een of andere manier, en er was nog geen corona toen we gekozen hadden, die verhalen lijken allemaal heel erg gepast voor deze tijd. Het gaat over troost en hoop. En ja, noem eens een voorbeeld. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld Nikki de Stefan. Fantastisch werk. Begint eigenlijk helemaal boos op de wereld. Ze is verkracht geweest, misbruikt geweest door haar eigen vader. Dus ze heeft zoiets mannen en de patriarchale samenleving. Allemaal kut, weet je. Dus ze maakt werken waar ze dan op schiet. En dan komt er ver voor die werken. Heel heftig werk. En op een gegeven moment zegt ze, nee, weet je wat? Ik moet eigenlijk niet de hele tijd boos zijn. Vrouwen zijn fantastisch, wat ze trouwens ook zijn. Dus ik vier de vrouw. En ze maakt de nana's, van die prachtige nana's. En ze zegt, ik ga als kunstenaar... Nana's, wat zijn dat? Nana's zijn... Een nana, zeg maar, is iemand die voor je zorgt. Hè? Dus een nanny, maar dan meestal een oudere vrouw. Die woont dan bij je in. Zij kwam nogal van een rijke familie. Dus ze had een fulltime caregiver. En die nana was eigenlijk een stuurraadmoeder voor haar. Dus zij zegt, dat is een echte vrouw. Die geeft, dat is liefde. Ik maak een ode aan de vrouw. En daarmee heeft ze toen echt wereldwilde carrière gemaakt. Zeker in een wereld waar alleen mannen aan kunst deden. Mm. En zij kwam een soort binnengestormd en ze is nooit weggegaan. Heel goed. En we kunnen het ook hier even nu doen, hè? Man en kunst. Ja. Kan je voor ons nu even een werk uitlichten? Ja, ik weet niet welke jullie gekozen hebben, maar ik denk De Woeste Stad. Kijk, daar staat hij al. Fantastisch. Dus goeiedag, lieve mensen. Welkom bij Man en Kunst live vanuit de studio. U ziet hier De Woeste Stad van Ossip Zadkin, Wit-Russisch-Franse beeldhouwer, die in 1953 dit werk samen met steun van de Bijenkorf geschonken heeft aan een kapotte Rotterdam. Dus Rotterdam was in mei van 1940 kapotgeschoten, helemaal. Ja. En geleidelijk aan weer opgebouwd. Alleen die pijn van die mensen, die was er nog. En Zadkin voelde die pijn en heeft dit prachtige beeld gemaakt, waar eigenlijk een mensfiguur ten hemel zijn handen richt. Zijn hart is eruit gescheurd. Hij heeft een schreeuw. En eigenlijk staat het voor verwoesting, voor het negatieve, maar ook voor hoop. Dus voor wederopbouw. Het idee dat zelfs na het vreselijkste je toch weer verder kan. Heel mooi, ja, want hij is nog niet op zijn knieën. Hij heeft nog wel één voet. Sowieso niet op zijn knieën. Het idee is, je schreeuwt naar de wereld en je zegt waarom. Hè? Waarom wij? Waarom gebeurt dit? Waarom kan de mens elkaar zo pijn doen? Maar aan de andere kant zet je ook je handen in de lucht en zeg je van, ik ga niet vallen. Weet je? Ik trek me op aan het niet, zeg maar. En misschien spreekt het voor zich, maar waarom nu relevant, dit werk? Nou ja, jullie vroegen, kies een beeld. Nou, het is niet eerlijk, want alle vijf zijn goed. Ja. Alleen waarom ik dit zo mooi vind, is twee redenen. Vanavond kun je de aflevering zien hierover. Mm-hmm. Dus het is gewoon reclame voor mijn programma. Kijken allemaal. En ten tweede, kijk, we zitten natuurlijk in een hele moeilijke tijd die heel veel mensen zal raken. Veel meer dan we nu al doorhebben. Mm-hmm. En tegelijkertijd moet je niet een soort naïeve hoop doen. Je moet niet zeggen van, ach, het komt allemaal wel goed. Ik hou daar niet van dat doen. Ik hou van aanvaard de pijn, wat dit beeld ook doet, maar alsnog geloof in de mens. Het moment dat je het geloof in de mens kwijt bent, dan ben je helemaal klaar. Dus ik geloof in de mens, ik geloof in zon in donkere dagen, maar ik accepteer ook het feit dat het serieus pijn gaat doen. En ligt het dan ook bij jou heel erg, vind je dit persoonlijk heel vet, dat het kwetsbare, die kwetsbare werken, ja, werken met veel pijn? Want je geeft net twee voorbeelden. Het zijn allebei werken die heel erg met pijn komen. Ja, ik denk nou, kijk, ik geloof in het feit dat kunst de mens laat zien. En we leven in een maatschappij die heel graag de buitenkant. Hè? We zijn allemaal mooi, we zijn allemaal prachtig, we zijn allemaal goed. Ja. En als we dat niet zijn, dan stoppen we dat weg. Of gaan we er heel pathetisch over doen. En wat kunst doet, is eigenlijk de kracht van de mens laten zien. In zijn schoonheid, maar ook in zijn kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid is kracht, meer dan het stoeren van de buitenkant. Ja, nou, heel duidelijk. Nou, dankjewel Lucas. Graag gedaan. Het programma Man en Kunst is vanavond om 9:50 te bekijken op NPO 2. Kijk, daar is reclame. Daarnaast kun je alle afleveringen terugkijken gewoon op NPO Start. Dat was het weer voor vandaag. Heb je vragen? Laat ons weten en stel ze via ons echte goudtv@museumweek.nl.
Morgen zijn we er altijd weer om 4 uur met de allerlaatste aflevering. Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, vertelt waarom kunst, knipkunst, ooit duurder was dan een Rembrandt. En we leren van Auke Florian Hiemstra van Naturalis hoe je een echte Afrikaanse olifant in elkaar zet. Presentator Luc Heesen van Museumkaart ontdekt en komt langs. En singer-songwriter Stef Klassen, bekend van The Voice of Holland, zingt over zijn bezoek aan het Limburgs Museum. Dus mis het niet. Je kunt ook nog meedoen met het Gouden Pronkstuk en upload je eigen kunstwerk op museumweek.nl. Zie je morgen. Jojo!